Ik ben gewoon een ananas. Hey, Marcus, wat doe je nou weer? Wat hoorde je dan? Wat gebeurt hier? Mees, nee, Hans! Ik hoor een kogel schoten en nu ligt Hans op de grond. Waarom moet Hans nou weer neer? Zit je lekker, Hans? Help, ik word thuis laag! Nou, we hebben onze eigen voet aan nu. Hé, laten we een winkelafvalletje doen ofzo. Ja, ik ga schillen. Ik ga overvalletje schillen. Jij gaat jouw kont. Koop je mesjes. Ik koop helemaal niks, jongen. Weet je waar we kunnen kopen? Nou, dat is een probleem. Het is een beetje tussen de gangs alleen nog. Jullie verkopen mesjes van mij, man. Hey, ik stap bij jullie in, jongens. Hé, meneer, verkoop jij mesjes? Of ik mesjes verkoop, zeker. Oh, echt? Ja. Oké, zal ik even met mijn maatje bespreken als je even terug naar Blokkenpark rijdt? Naar het motel hier. Oh. Hey, joh, gek! Wat doe je nou? Is dat je maat? Hey, wat ga je nou op mijn auto liggen? Hey, wat doe je nou, man? Hey! Jij verkoopt mesje? Ja, zeker. Ja, ik zelf niet, maar een maatje me wel. Kan je regelen voor ons? Ik zal even kijken hoeveel is jullie budget? Hoe duur is een mesje? Voor hoeveel verkoop je ze? 80k zoiets. 80k? Voor de mes? Ja, 80k? Ja, zoiets. Meneer! Yo. Je verkoopt mesjes. Willen jullie een luxe auto kopen? Nee, we willen mesjes kopen of een honkbalknuppel of iets. Hoe duur? Ik ben niet in de onderwereld. Nee, dus jij kan niks anders verkopen? Moeten jullie in lift, want jullie auto rookt zo te zien. Ja, maar wij kunnen niet met z'n tweeën in jouw auto erbij. Maar je kan één iemand vastpakken. Kom maar mee, Jordi. Kom maar mee. Ik neem je wel mee. Ik neem je wel mee, komt goed. We stappen in. Kan je zo instappen? Top, ik sla je raampje even in om me neer. Sorry, ik neem hem mee. Tegen de bovenste. Dit zit wacht even hoor. Even optrekken. Oh! Zo! Ik ben de baas van de luxe car dealer. Jij bent de baas van de car dealer? Ja. Oh, ja, wij wilden... Heb je een goede investering voor ons? We hebben een auto nodig. Jullie kunnen deze auto, is 40.000 euro, kunnen jullie voor mij gratis krijgen. Gratis? Ik heb 40. Ja, deze is getuned. Hey, verkoop je mesjes. Verkoop je mesjes. Boys, allemaal. Wat kut dit. Oh mijn god, hij heeft de wacht, Jordi. Wat kut dit, Jordi. Laten we die auto... Ja, top. Ik heb gewoon 20.000 euro gekregen. Daar komen ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Is er een andere car dealer naast deze? Ja, de Luxury, daar is nu net open. Daar kunnen jullie misschien wel een testritje maken, als ik het met mijn andere baas overleg. Jullie mogen een auto gratis lenen. Dan moeten jullie even elkaar weer vastpakken. Ja, nee! Nee! Kijk, weet je wat we ook nog kunnen doen? Oh! Je bent wel slecht, hè, meneer? Oh! Orde van Piazza. Wat slecht is. Zo. Ik kom hier voor serieuze zaken. Oké, jullie mogen deze Ferrari of de Porsche meenemen. Ja, doe maar Ferrari. We gaan voor de Ferrari. Ja, Ferrari. Oké, nou ik ruim er voor jullie even uit en dan zet ik buiten neer. Hij is helemaal naar de gorten gereden, die gast. Nee, oh maar jullie hebben gewoon mooie outfitjes. Ja, dankjewel meneer. Hij is helemaal kapot. Hij is alleen een beetje kapot, meneer. Nou, dankjewel meneer. Veel plezier. Komt helemaal goed. We hebben ook gewoon een Ferrari, wat kut dit. We hebben een Ferrari. We hebben gewoon een Ferrari gekregen. Hoe hard gaat deze? Ja, hard. Oh! Wow! En dan mag ik niet rijden omdat ik niet kan rijden. Hey, deze rijdt kut. We moeten even naar de AMB. We moeten naar de AMB. En dan moeten we even Hans halen. Waar ben je? Hans! Kleur nou eens op, joh. Hoe stop ik dit? Wat zou dat ik... Hello. Hey! Stap nu eens uit. Oké. Hey! Hij toetert naar ons, Meneer, wat wil je? Wat jij toeteren? Wat is er? Mooie auto. Dankjewel, Nee, absoluut niet. Nee, die was niet echt. Nee. Ah, die kan niet. Die kan echt niet. Het is 100. Oh, Lusje! Echt last minute nog! Hé, dat is walnut! Last minute! Die scheet een schoor, ouwe! Die was oprecht echt vies! Die was vies! Die kon echt niet hoor! Zo, en nu ruik ik! En nu is eens een keer gaan zeggen, dit is Henkie! Auw! Wacht, laat mij eens rijden dan, ik wil vrijdag. Nee! Nee, kom. Oké, waar is de ANWB eerst? Daar ga ik heen, ik rijd er al heen. Oké. Nee! Nu zit ik al in de auto. Oh, hij rijdt wel echt kut deze. Hij rijdt kut. Hij rijdt kut. Hij rijdt echt heel kut. Ja, we gaan naar de AMB. Ik ga crisscross. Hij rijdt echt kut. Oh mijn god. Ik probeer hem weg te krijgen, maar het lukt niet. Oh, daar gaan we. Gasten gaat 240. Je moet gaan vliegen straks. Oh! Dat is je gast van die auto, dealer. Sorry. Sorry. Meneer. Oh. Ja, we waren even aan het maximaliseren. We gaan even testen hoe hard die ging. Ik stap eens even uit, Hans. Ja, wacht, ik stap wel even uit. Ik heb een beetje last van mijn rug, denk ik. Oh. Ik denk dat die klap net te hard was, man. Ik denk dat die klap... Die was net te hard. Wacht, ik zet wel voor recht. Kun je even helpen? Moet je recht zetten? Ja, kan je even helpen. Hey Hans, kun je ook even helpen? Ah, ja, top. Oh, nee. Oh. Ik kom er niet uit. Help! Help! Meneer de AMB, kijk, dit is top. Kunt u helpen? Dag meneer. Die rode auto hier knalde per ongeluk tegen mijn auto aan. Ik stond gewoon stil bij het stoplicht. Geen idee wat er gebeurde. Uit het niets. Je hebt wel mooi bananenpak. Waar die blauwe bosbest op staat. Meneer, je hebt toch mooi bananenpak? Dank u wel, meneer. Het is een banaan! Het is een ananas! Sorry, man. Ja, dat... Ah, top. Ja. Nee, Hans, nee. Hans, nee. Ik heb alweer boys, kunnen jullie me niet even een liftje geven naar BP? Ja, hier kan niemand bij. Je neemt hem mee, hij wil opgepild worden. Kom maar, ik neem hem mee. Ja. Oh, dit is heel krap dit. Ja, dat komt wel goed. Ik heb een scoop iemand, dan ga gewoon iemand ontvoeren. Let op, jullie hier, achter je. Die gast die daar staat. Ik ontvoer hem gewoon. Hey, vriend! Let's go, let's go, let's go, let's go. Hey, meneer, hoort u mij? Je bent bij deze ontvoerd. Wij willen €10.000 losgeld en dan laten we je gaan. Meneer, breng hem naar de dam. Je bent mislukt. Ja. We zijn een ananas, meneer. Ollum, jij bent mislukt. Meneer. Wat? Even rustig aan. Ollum? Heeft u geld voor ons? Heeft u geld voor ons? Ik word gek. Ik ga mijn neef Hassan naar je sturen, hè. Laat Hassan maar komen, naar de dam. Ja, Hassan, hij stopt Suzuki in reed. Wat is Ollum? Hé, boys, we kunnen gewoon uitpraten. Oké, hoe heet je? Meegenomen, gewoon zo maar. Hoe heet je? Ik heet Klaas de Gekkie. Klaas Gekkie? Ja. Oké, Klaas, we gaan een deal sluiten hier. Kom even mee. Ik neem je heel even mee. Broer, ik ben nieuw, man. Wat is het voor welkomst? Ik neem je even mee, Hans. Oh, je heet geen Hans. Vanaf nu heet je Hans. Waarom? Oké, Klaas. Wat is jouw naam? Wat is jouw naam? Hans. Ik wil ook jouw naam weten. Hans. Wat is je... Nee, Hans betaalt het. Hey, kijk. Nu, dit is geen deal. Echte mannen praten gewoon op de grond. Nee, oké. Klaas, heb jij geld voor ons? Hoeveel wat geld? Hoeveel heb je? Kijk, weet je, ik kan ook voor jullie werken. Maar moet je, je weet wel hoe je eruit moet zien, hè? Gaas, jullie kleden, palmboom gang. Of hoe is jullie gang? Ananas en bosbest. Ik werk voor jullie, we gaan samen met z'n drieën, snap je? Het team, dan ga je dit team verbeteren. Oké, is goed, dan zet ik je even neer, oké? Heel veel wacht, heel veel wacht. Nee, niet maar hier neerzetten. Nee, beneden. Ik zet je neer, meneer, oké? Ik zet je neer. Draai om. Nog hier, zo meneer, alsjeblieft. What's up, bitch? Gast, dat kon je echt niet maken. Dat kon je echt niet maken. Ik had hem neergezet als deal en dan kon hij voor ons werken. Daar is iemand. Kijk. Hij kon de ananas gang worden, jongen. Hij had het kunnen maken. Kijk nou wat hij doet. Klaas, nee. Mijn vriend. Hij heeft gewoon veel fout gemaakt. Gast, hij wilde zich kleden. Hij was committed. Hij was echt ready. We moeten een andere kandidaat. Oh, hallo, god. Ik ga deze man nog niet in twijfel, hallo. Klaas, hey, Klaas. Gaat het met je, Klaas? Jullie plukken mij zomaar van de straat af. Ja, we wouden hier bij de gang doen. We wouden hier bij de gang, maar je wilde niet. Ananas gang, laat me raden. Ik wilde niet, bro. Ik heb ananas gang. Jullie mij van die gang afgooien, omdat ik zeg dat jullie, want jullie wil samenwerken. Ja, we hebben je gegooid. Hé, het was verkeerde spier, bro. Hebben jullie hem gegooid met de redenbus? Geen reden. Hun deden mij afzetten en die andere deed mij slaan. Hij zei hier lekker voor jou. Nee, ik zet hier neer. What? Ik zet hier neer. Ik zei nog, ik zet je voorzichtig neer. Die blauwe hoekel, die sloeg mij. Ik zeg geen per ongeluk. Wat per ongeluk? Per ongeluk als ik dood ga, weer dat per ongeluk. Ga je het echt ook zeggen? Hey, Klaas, rustig aan. Klaas, rustig aan. Laten we dit zo goed oplossen. Ik ga hier in de buurt de vraag. We kunnen het uitpraten als mannen. Klaas, rustig aan. Ik stap uit. Ik stap uit. Ik moet even mijn frustratie... Rustig, Klaas, kijk me aan. Kijk me in mijn ogen aan, Klaas. Kijk me in mijn ogen aan, Klaas. Ben jij nog steeds klaar om een ananas te worden? Wat is jullie ananas voorwaarden? Ik moet mijn voorwaardes... Je voorwaardes, je kapsel en pak. Dat is alles. Nou, daar zijn we mee bezig. Er zit alleen maar mensen... Nee, we zijn bezig. We moeten ons eerst groeien. We moeten ons eerst onze fundamenten opzetten voordat wij kunnen groeien. Moet groeien, toch? Ja, er is nog een voorwaarde. Voorwaarde. Ja, je moet je naam veranderen naar Hans. Kan je misschien van deze auto een Urus toveren? Maar Klaas is wat meer... Een Urus? Naar me kijken. Alleen van jou, hè? Maar kijk, hij heet Hans, ik heet Hans, we hebben nog een Hans. Als je meedoet moet je Hans heten. Oh, we hebben een Oeders. Zeker Hans. We hebben een Oeders, man. Is die voor ons? Dankjewel, meneer. Dankjewel. Dankjewel, AB. Stap in, Hans. Volgende keer dat ik je zie, we zetten je nu af. Dit is de eerste Hans-test. We zetten je af. Volgende keer dat ik je zie, moet je ready zijn. Moet jij helemaal klaar zijn, oké? Zo, de zaak gaat goed. De zaak gaat nee! 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 Nee, lul niet! Die was nee, lul niet! Lul niet, die was nep! Nee, die was niet nep. Hou je bek. Die was nep. Nee, die was nep. Nee, absoluut niet. Oh, ik kan ook commando scheet laten. Mooi, man. Waar is die andere heen dan? Die andere was... Ja, die andere. Jezus, maat. Dit kan niet. Zo, ik ruik een Mexicano.